Yo, allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van iMine. Het is weer een tijdje geleden, maar ja, ik weet niet, ik had tijd, ik had zin. Zo werkt dat meestal bij mij en dan speel ik weer wat iMine. Het plan voor vandaag, ik maak eerst even chest, daar gooi ik al mijn crap in. Want ja, ik heb veel crap. We gaan naar de Enderman Farm, die Tom heeft gemaakt. We gaan wat enderpearls halen, dan kan ik wat makkelijker heen en weer bewegen. Ik heb een paar dingetjes gedaan aan de basis, die ik zo even laat zien. Eerst even wat eten koken. Ook belangrijk natuurlijk. Ik heb een leuk verhaaltje voor jullie ondertussen. Dit is niet live opgenomen, tenminste mijn stem niet. Want ik heb deze hele aflevering in mute opgenomen. Oké, okay, we zijn... Dus we gaan hier gewoon verder, ja. Oftewel, hier helemaal goed. We moeten ook nog even een appel toevoegen. Dat is waar ook. Ja, oké, okay, we voegen even een appel toe. Dus dat betekent dat we de aflevering neer moeten... Och, dit is zo raar, jongens. Dit is zo raar om dit achteraf in te moeten spreken. Dus, aflevering 37. We hebben natuurlijk een event gedaan, The Walls. Daar moeten we ook wel even een golden appeltje voor ophangen. Vind ik tenminste. Wel een goede reden om dat te doen. Seizoen 3. En dan natuurlijk event 2. Ja, laten we dat maar doen. Klinkt goed. We gaan kijken hoe goed we dit kunnen faken, de hele aflevering, oké? Okay? Hoe goed we kunnen faken dat het lijkt alsof het live is. Ik sla nu op dit bordje, want... Oh ja, natuurlijk, event 1, die staat er niet bij. Omdat we... Dat waren de afleveringen ervoor. Dus laten we Golden Apple gaan halen. Jesus Christ. Ik schaam hier zo kapot voor, jongens. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. We hebben hier trouwens ook een leuk feature toegevoegd. Dat heb ik net gedaan voor het opnemen, laat maar zeggen. Maar het idee is dat hier uiteindelijk watervalletjes komen. We gaan ze nu nog niet ophangen, maar ophangen. Niet laten stromen. Maar het idee is dat je daar water ziet achterstromen. Ziet er best goed uit. Maar let's get that apple. I need an apple. En dan ziet het er ongeveer zo uit. Nee, gaan we nog geen appel halen, Tim. Goddammit, Tim. Werk nou eens mee, man. Loop nou eens. Godsamme, Tim. Nee, laat die dirt met rust. Hij heeft vrienden en familie. God, ja, je bent oud. Ja, je hebt geen blokjes meer. Wat vervelend. Nou ja, nu moeten we wel een appel halen. Goed zo, Tim. There we go. en nu kom ik erachter dat ik geen appels heb, want weet je. Zo verstrooid ben ik. Dus we have some gold, but we don't have apples. Dus dat gaan we ook nog doen in deze aflevering. Heel eventjes wat appeltjes farmen. Als we dat gedaan hebben, dan gaan we iets anders leuks doen. Natuurlijk naar de Enderman Farm. En dan heb ik nog een ander leuk projectje dat ik later vertel in de aflevering. There's the food. Let's go to the Enderman. The Enderman. Dit is mijn fishing farm. Die ga ik trouwens afbreken een keer. Als ik niet lui ben. Maar ja, Tim is altijd lui, hè Tim? Ja, dat dacht ik al. We zijn in de Nether. We gaan dus richting de Enderman farm. Ik weet persoonlijk niet waar die is. Tenminste, ik wist niet waar die was. Nee, so funny. Maar ik ben deze maar ingegaan. De eerste links. In de hoop dat ik daar iets zou vinden. Maar ik vond een gigantisch monster dat we opaten. Oh nee, ik vond het gewoon. Oké, okay, nou ja. Grappig. Oh. Oké, okay, nu volg ik natuurlijk de weg. We gaan even naar de Ender Portal. En dan kunnen we wat Ender Pearls halen. En die Ender Pearls die ga ik halen omdat ik... Natuurlijk in een extreme hill biome woon. En het is best vervelend dat ik continu op de berg en van de berg af moet lopen. Het zou heel fijn zijn als ik wat enderpearls kan. Nou, dit is de Enderman farm. Goed gedaan, Tom. Ziet er geweldig uit. We gaan naar deze mooie minecart. Dit is wel typisch Tom weer, hè. Dat hij dan een paar uurtjes, waarschijnlijk flink wat uurtjes over heeft. En dan gaat hij dit even doen. Gewoon heel eventjes maakt hij dit. Ik moet heel even de track wat zachter zetten. Maar dat kan ik nu in after editing ook doen. Het klonk veel te hard, maar voor jullie niet meer. Want, weet je, ik heb het audio gelukkig wel van het spel opgenomen. Nou, dit is de Enderman Farm. Hij is niet geweldig. Maar ja, hij doet wat hij moet doen. Dus ik stel voor dat ik dit ga doen. En dan, ja, zie ik jullie zo meteen weer. Oké, ik vind het wel goed voor nu. We hebben een paar mooie... Mooie enderpearls. Mooie glimmende enderpearls. We hebben ook flink wat levels. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan in de ender chest hak ik er nog één. Ja, 7 stacks. Enderpearls. We hebben mooie 31 levels. Dus daar doen we een leuke enchant van.
En dan kunnen we weer door. Wat we gaan doen weet ik nog niet op dit moment. Meestal doe ik maar wat. Vind ik wat leuks. En dan vind ik het wel goed eigenlijk. Dat is tenminste hoe mijn iMine afleveringen werken. Ik heb niet een groot plan om een brug te maken zoals Tom of een Enderman farm. Vaak kijk ik naar mijn basis. Dan zie ik, oh, ik heb zin om te minen. Of ik heb er geen zin. Nee. Stoute minecart. Kom hier jij. Minecarts, af en toe hebben ze hun eigen leventje, jongens. Daar moet je echt voor uitkijken. Dan gaan ze weg en komen ze nooit meer terug. Dan lopen ze gewoon weg. En het is echt... Mensen worden daar niet blij van. Daar worden ze heel triest van als een minecart gewoon weggaat. Ze gaan allemaal naar Tom, weet je. Stomme Tom. Maar die minecarts weten niet dat Tom van mij is. Dus jammer voor hun. Oké, jongens. Ik ga naar de basis. Ik denk dat ik wat appeltjes ga verzamelen. En dan zie ik jullie zo meteen. Dat was mijn montage. Oké, ik ben hier aan een farmpje begonnen, want ik ben out of food. I need food, oké? Ik moet eten. Dus ik heb flink wat skellies vermoord en ik ga nu gewoon even al mijn bone meal. Oh, die wou ik niet. Nou ja, vooral potato's wil ik, een paar carrots. De potato's zijn namelijk nog sterker gemaakt. Volgens mij zijn de potato's sterker gemaakt. De potato's, potaties! Dus die wil ik even hebben, een paar. Dus we gooien er nog wat bone meal overheen. Dan koken we die zo meteen. Dan kan ik tenminste even leven, snap je? Even gewoon fijn leven terwijl ik die farm maak. Dat ik niet hoef uit te hongeren. Het probleem met eten is wel groot op het moment. Ik moet er echt een goede fix voor... Hey, doe eens even, werk eens even mee. Dankjewel.
Dus we gooien er wat kool in. Laten we die lekker boilen. We hebben wat gold nog. Gold, precious gold. Hier zijn mijn diertjes. En dus wat ik nu ga doen is terraformen. Oftewel, deze hele plek ga ik gras over de bodem leggen. En ik ga zorgen dat de dieren, laten we zeggen, niet uit de cave kunnen springen. Dus alles maak ik ongeveer 2 hoog. Dat is prima te doen. Het kost wat tijd. Terraform is dus het landschap, ja, om je heen vervormen. Terra staat voor terrein en forming staat voor vervormen. Dus dat gaan we doen. Dan zie ik jullie zo meteen. En ja, als ik weer wat te vertellen heb. Als ik een update heb. Update tijd! Yeah! Oftewel, ik ben weer wat verder. We gaan nu iets bouwen voor op het gebied. Want we willen natuurlijk niet een kale vlakte. Laat ik eerst even dit doen. Le Iron. Goed zo. Kijk, dat is toch fijn, hè? Een beetje rijk zijn. Dat is toch een fijn gevoel daar. Lekker. Anderhalve stack iron. Kan ik wel van genieten. Oftewel, we zijn wat verder. Ik moet even wat materiaal hebben. Want ik heb een plannetje voor een mogelijk huisje. Tenminste, het moet er niet zo saai uitzien. Het moet echt een hok zijn. Ja, waar je van kan genieten. Een interessant hok. En niet een random hok met allemaal dieren erin. Wat, waar het waarschijnlijk wel op neerkomt uiteindelijk. Maar je snapt het. Ik wil het een speciaal hok maken. Dat het opvalt. We hebben nu ook de Minecraft, de iMine maps zijn allemaal gerenderd. Daarvan heb ik ook een linkje in de beschrijving. Dat zijn allemaal... Hey, zo maak je toch fences? Wat de hel? Hallo? Minecraft? Waarom werk je niet meer? Nee, dat zijn trapdoors. Een deur? Nee, dat gaat ook niet werken. Wat de hel? Nee. Oké, laten we even proberen of zo'n normale deur nog werkt. Ja, oké. Hoe zou een fence dan gemaakt worden? Oké, dit zou logisch in mijn hoofd zijn. Ik weet niet of Minecraft ook logisch is. Ah ja, Minecraft is logisch. Dat is nieuw. Oké, nou, nu weet ik hoe ik fences moet maken. There we go. Oké, zo gaan we dat doen. Apart. Oké, waar was ik? Ik was met de iMine mappen. Die worden nu gerenderd om de week volgens mij. Dus als jij mij voor wilt zijn met episodes uploaden, zijn er renders die je kunt bekijken. Daar staan allemaal waypoints op waar onze basissen zijn. En dat is... Ik vond het er best leuk uitzien. Dus dan kun je het zien van een grote afstand, laat maar zeggen. Er staat een linkje in de beschrijving. Ik ga zelf nog een beetje op ontdekkingsreis. Dan kun je iedereen's basis ontdekken. Oké, nu moet ik... Godsamme, nieuw fans recipe sucks. Niemand houdt ervan. Niemand houdt van jouw fans recipe. Godsjammer. Zo. En dan, ja, ongeveer wel goed. Hebben we daar wat fansjes. Perfecto mundo. Dan gaan we nu. Gaan we nu, ja, we gaan nu. En de pearl. 360. Bloop. Let's have a look see. Dus, dit heb ik allemaal opgevuld. Het ziet er allemaal goed uit. Dan hebben we hier mijn mooie boom. Daar hebben we een meertje. Daar ga ik nog wat water in gooien, by the way. Dat ziet er ook wel mooi uit uiteindelijk. Maar dit is dus het gebied waarmee we moeten werken. Ik zal nu naar beneden springen. Van beneden kun je er niet uit, laat maar zeggen. Want zie je, alles is 2 hoog. Ze kunnen er niet uit. Hier heb je wel af en toe 1. Maar dan kunnen ze niet eruit springen. Waar wij kunnen parkouren als spelers. Kunnen schapen dat hopelijk niet. Ik kan er nog wel een beetje mee spelen. Maar dat doen we later wel. Voor nu moeten we even onze fences neerzetten. Maar je moet wel voorkomen dat ze er niet uit kunnen. Want anders ja. Ja, ze kunnen er niet precies uit, I guess. Maar ja, het is gewoon... Je wil ze een beetje bij elkaar houden, die dieren. Dus dat gaan we niet doen. Nu, wat random ventjes. Gewoon om een beetje het hok te maken, laat maar zeggen. Want het is nog een hok. Het telt als een hok. Tadaa! Geweldig. Oké, wat nu? We hebben daar de boom. Ik wil daar het einde maken. Mooie boom is dat, by the way. Dus wat we daar gaan doen waarschijnlijk is... Ja, ik... Ik dacht eerst aan een huisje, maar ik denk wat ik gewoon ga doen is hier wat fences neerzetten. Dan kan ik wat meer natuur plaatsen en dat is veel leuker. Ja, we gaan geen huisje maken, we gaan gewoon natuurachtig maken. En ja, daar staat een meertje, misschien doen we daar later nog wat mee. Oké, ik ga nu weer verder en als ik een update heb, dan krijgen jullie dat te weten. Oké, daar zijn we weer. Tijd voor het grote moment. Ik maak even een paar mooie lichtpaaltjes. Oh, ja. Tadaa! Dat worden mijn lichtpaaltjes. Die gaan we overal een beetje verspreiden om te voorkomen dat monsters in het hok spannen. Er omheen zullen ze nog wel spannen.
Ze kunnen waarschijnlijk ook erin vallen. Maar dat zien we dan wel weer. Voor nu is dit wel goed. Ik heb wel bone meal. Moeten we even wachten tot al het gras is gegroeid. Maar hier bijvoorbeeld. Geweldig. Ziet er goed uit. I likes. Nou, doen we dat wat meer. Ik heb nog een beetje bone meal, dus... Oh, poppies. Nee. Ah, zie je wel. Poppies. Evil. Kom meteen een creeper langs. Huh? Don't you dare. Als je het nu opblaast. Ik word zo pissig. Oh, gelukkig. God damn poppies. Niemand houdt van jullie. Zo, goed zo. Nou, poppen we er hier neer. Ah, nog een creeper. Oh, nee. Zie je? Ik gooi ze weg en ze komen weer. Ah. Ga weg, je lelijkerd. Yes. Even kijken dat ik niet van achter word geënboost. Oké. Okay. Dus, daar wat. Waar zijn de poppies? Waarschijnlijk in mijn inventory. Ik gooi ze zo wel weg. Ziet dit er goed uit? Ik ben hier tevreden mee. Oh. Wat doe je nou? Nee. Ja. Oh. Godsamme. Oké. Nou, hebben we dat gedaan. Dit wordt het dus ongeveer. Hier gaan we alle dieren in doen. Wat ik mogelijk wel ga doen is een kleine afscheiding maken voor schapen. Want schapen mollen al het gras en dat is lelijk. Dus we maken een klein hokje voor de schapen. En dan een iets groter hok voor de koetjes, de varkentjes, de kippetjes. Dus daar kunnen we wel in. Ook heb ik nog misschien een idee om het wat interessant te maken. Je weet wel, als je hout hakt, laat maar zeggen. Dan laat je van die logs achter. Ja, gewoon bomen die over de grond liggen. Wat nou als ik hier een paar neerleg voor de schapen en koeien om overheen te lopen. Dat is puur om het een beetje wat interessanter te maken om naar te kijken. Dus laten we het gewoon doen zo. Oh. Nee, nee. Waar is mijn ex? Ik moet mijn ex halen. Bucket away. Goed zo, Bucket. Die nog weghalen. Zometeen plaatsen we die ventjes wel goed hoor, dat is goed. Komt helemaal goed. Bucket away. Bucket power. Buckets zijn echt zwaar OP. Moet je eens opletten. Kijk dan, hupsakee. Gewoon een heel hek weg door een bucket. Dat doe je niet zomaar. Oh, fences zijn zelfs... Oké, ik geef op. Nou, dat ziet er mooi uit. Ongeveer is. We zullen wel zien hoe we dat gaan doen. Maar dit is voor nu goed. Dus, de challenge nu is zorgen dat ze er niet uit kunnen natuurlijk. Dat is het laatste wat we willen. Nog meer shit dirt erin. Oh, oeps, dat was een raapje. Ze hebben dit, kunnen ze er niet meer echt uit. Het ziet er niet geweldig uit, maar voor nu... Nee, zombie. Ze kunnen er niet langs, dus dat is goed. Dan weet ik dat de dieren dat ook niet kunnen. Ja, zombie. Ik heb het zwaard. Jij hebt een gezicht. Wat dacht je dat er ging gebeuren? What about... No? Please don't backrape me. Please don't backrape me. Oké, hij blijft daar stilstaan. Ik durf helemaal niks. Oké, snel. Hij staat er nog. Oké. Craft meer fences. Bloop. Dat was een... Trapdoor-ish. Ik weet niet, de naam? Fence door? Zoveel crap in mijn inventory. Ik moet echt wat weg gaan gooien. Oké, nou ja. Genoeg ruimte, zo. Ik hoop echt dat ik niet opgeblazen word. Oké. Doen we dit. Ja, hij is er nog steeds. Oké, sure. Dan is het veilig, I guess. There we go. Oh, wat? Oh, natuurlijk! Er zijn verschillende kleuren nu. Oeh, this is interesting. Nope, zie je wel. Nope. Oh, you're going to die. You're going to die. Yes, you're going down. No. You suck. You suck so much. Stupid creeper. Creeper. God damn it. Dat gaat al mijn dirt. Mijn precious dirt. Het is ook nooit goed met de creepers, hè. Ze komen altijd binnen en moeten weer iets van me opblazen. Ja, we zijn er bijna. Oh. Ja. Oké, nou, nu dat gedaan hebben, kunnen we dit uitproberen. Onze spruce fence door. Tada! Nou, dat is best grappig. Wat doe je nou, jongen? Ben je aan het branden? Nee, ik dacht al, dat is niet zo praktisch, hè. Ik weet niet, Ik heb van meerdere mensen gehoord dat het niet zo chill is. Ik zet hier even een crafting table neer hoor. Want anders moet ik de hele tijd door die stomme venster. Oké, laten we dan ook wat vensjes maken. Van spruce. Oh, kijk eens aan. Dat kan ook. Dus als we dan nou mixen met elkaar. Hoe zou dat eruit zien? Kijken of we dat mooi kunnen maken.
Gewoon een beetje om dat verrotte hout gevoel te geven, snap je? Ah, nom nom nom. Ik heb veel te weinig gegeten. Stout, poppies. Nu uit mijn inventory. Het was leuk, maar je bent daar te lang geweest. Oké. De ex halen is wel handig, denk ik, als we met onze fansjes gaan werken. Ik ben zo blij als dat hok weg is van die dieren. Kan ik er eindelijk niet meer invallen. Tak, tak. Ja. Het kan mooi worden. Nee, dat willen we niet. Het heeft wel wat. Trouwens, het heeft wel wat. Het heeft echt wel wat. Ja, ik vind het wat hebben. Dus we gaan het doen. We gaan het doen. We gaan het doen. Wel meer plekken natuurlijk dan, hè. Als je het doet, doe het dan goed. Yep, we hebben er meer nodig. Let's do it. We are gonna do this. Ik moet altijd even proberen. Een beetje testen, zoals ze dat noemen. Als je niet test, gaat het natuurlijk fout. There we go. We gaan natuurlijk ook een paar mooie bushes neerzetten. Zorgen dat de... Ja, nu kunnen ze eruit lopen natuurlijk. Daar willen we niet. Zetten we er een op. En nu... ja. Oh shit, daar kan ik niet bij. Oké. We lopen wel om. Jeez. Oh nee. Stoute poppies. En... Plop. Helemaal goed. Ziet dat er mooi uit? Ja. We willen natuurlijk niet dat de monsters eruit kunnen. Zetten we hier ook een bosje neer. Gewoon voor de decoratie. Zo. Oh. Godsamme. Ik moet... Nee. Dit ziet er niet mooi uit. Oké, there we go. Zo, helemaal goed. Mooi bosje. Ik ben er trots op. Ja, prima. Kan ik meeleven. Oké. Nou, het ziet er goed uit. Ja, ik ben er blij mee. Dus nu moeten we de dieren hier nog krijgen natuurlijk. Ik weet niet wat ik nu doe. Sorry hoor. Wat de hel ben ik aan het doen? Oh, ik kijk naar de biomes natuurlijk. Ze hebben verschillende kleurtjes. Dat geeft wel een heel leuk effect trouwens. Met het spruce wood en de fences. Omdat het de hele tijd switcht tussen river. Dus dit is river, heel duidelijk. Dus daar krijg je wat mooiere, wat groenere blaadjes. Dan als het goed is hier. Hallo? Oh, there we go. ja, zie je? Dat is wat donkerder. Oftewel, als je dat een beetje goed mixt met die verschillende kleuren hout, krijgen we een best wel coole plek. Ik moet hier weer op. Yep. Helemaal goed. There we go. Die mollen we. Dan hebben we dit. Ziet er goed uit. Nu moeten we nog flink wat ventjes verplaatsen. Zodat ik het mooi vind. Bij de boom moet ik ook zo nog even doen. Ik weet niet. We zullen eerst even dit mooi maken. Hier een mooie fence door. There we go. Die daar. Oké. Ja, trouwens. Het zou wel kunnen, I guess. Maar nee. Nee. Nee, Tim. Dit gaan we niet doen. Doe je het nou serieus? Heb ik dit niet terugveranderd? Godsamme, Tim. Oké. Nou, dan houden we het daar. Sure. I'm such a weirdo. Nee, die willen we daar ook niet hebben. Oké, het is goed nu. Het is goed. Zet dat laatste hekje neer. Nee. Oh, man. Tim heeft last van spasm attacks. Oh ja, die moet weg. Dan hebben we dat gedaan. Mooi hoor. Nou, nu de dieren. Tijd voor diertjes. Nu komt het vervelende werk. Mooi lichtpaaltje, want die is net opgeblazen waarschijnlijk. Oh. Poep, poep. There we go. Dat nog even fixen. Spasm attacks all the way. There we go. Helemaal goed. Ja. Even nog één keer er doorheen. Kijken of ik tevreden ben met alles. Oh ja, kan ik jullie ook nog dit laten zien. Mijn mooie watervalletje dat ik gemaakt heb. Weet je, de dieren kunnen daar wel op. Maar zolang ze niet uit het hok kunnen, is dat eigenlijk niet zo erg. Dus ik moet wel nog even hier alles goed doen. Dat licht is ook lelijk, dus die moeten we even verbergen. Dit is een beetje een sneaky manier. In de nacht komt er dan licht uit en dan ziet het er mooi uit. En van hier kun je het nauwelijks zien, dus perfect. Ja, die fences vind ik wel goed. Wat moet ik nu doen? Ik denk dat het tijd is voor dieren. Ga ik nu dieren doen? Of ben ik aan het testen of ik eruit kan springen? Oh, ja. Ik weet niet wat ik doe. We moeten even wachten op mijn brein, totdat die weer duidelijk gaat worden voor mij. Wat ik aan het doen was, wat mijn gedachteproces hier was. Het is wel nuttig.
En leuk is dat ik achteraf gewoon de meeste bullshit kan lullen. Oké, okay, let's go. Let's go. Ben je klaar voor Tim Parker Hardcore? Nee, wat ik nu doe, eindelijk, wat ik al 20 minuten zei. Ik ga nu zorgen dat de koeien er niet uit kunnen. De koetjes. Ze kunnen er anders uitlopen. Dat is niet de bedoeling vanaf hierboven. Dat is heel leuk als je een water feature maakt. Je moet wel zorgen dat het niet al je vorige projectjes verpest. Ja. Dan hebben we dit. En nu is het wel prima. Nu kunnen ze er volgens mij niet uit. Nu kunnen ze er zeker niet uit. Goed zo, Tim. Doe het maar. Veel te veel. Jeez. Oh, tijd voor dieren. Holy crap. Wat een gedoe. Wel een mooie plek, vind ik. Oké, okay, jongens, zijn jullie er klaar voor? Pech! Haha! We gaan eerst... Wat ga ik doen? Ik pak... Oh ja, nee. We hebben natuurlijk eten nodig om jullie te leiden. Ik heb veel te weinig. Hallo, zijn jullie geïnteresseerd? Dat dacht ik al. Kom maar mee. Ja, kom maar mee. Kom maar mee. Nee? Oké. Okay. Doe maar. Doe maar. Oh, shit. Dat doet pijn, blijkbaar. Ik ben blij dat dat geen koe was. Want daar heb ik er maar twee van. Gelukkig heb ik een paar schapen. Die schapen spannen echt overal rond deze plek. Nou, spannen niet, maar ik heb wel... Er zitten nog steeds 2 of 3 zwarte schapen bovenop mijn berg daar. There we go. Dan hebben we die. Die wou ik wel even. Kom maar, jongens. Oké, schaapje. De koe moet hier doorheen. Kijk of dit gaat werken. Ja, koe. Nee, schaapje. Ja, koetje. Nee, schaapje. Goed, ja. Nou, nu nog 20 dieren en dan hebben we dat ook gehad. Oké, jongens. Ik ga die diertjes even doen en dan zie ik jullie zo meteen. En daar zijn we weer. Even de koetjes een mooi babytje laten maken. Just in case. Hey! Achievement get. Holy crap. GG. Ja, dankjewel, Matthias. Thanks. Nou, ik weet de naam voor deze aflevering. Echt zo fucked up dat ik die achievement nu pas haal. Ik heb die dieren al een tijdje. No, don't you... gelukkig viel die in water, want zo tactisch ben ik. Dus, nu. Tijd voor de appel. Tijd om deze afleveringen af te maken. We hebben nu een mooi hok gemaakt. 8 gold. There we go. Hey, ik zei 8. Waarom heb ik er maar 7? Wat is dit? Sinds wanneer werkt dit spel niet meer op voice? There we go. Appeltje. Tada. Nee, stout. Ik heb er toch genoeg, don't worry. Ik heb er een stuk of 3 in het hok, dus die laat ik gewoon breeden. Ik moet echt farms gaan maken. Even de belangrijke shit oppakken. Dag, sters. Oké. Okay. Tijd. Phew, ik ben blij. Blij dat ik weer een keer iMine kon doen voor jullie. Ik snap dat jullie het heel leuk vinden, maar het is gewoon zoveel werk, zo'n aflevering. Het is zoveel werk. Er gaat zoveel achter de schermen. Maar ja, de appel. Aflevering 38? Ja. Type is moeilijk, Tim. I know. Aflevering 38. Nee, naar beneden halen. Oeps. 38. Helemaal goed. En dan de titel. Even, waar is die zombie? Where are you hiding? Waarschijnlijk buiten. Even checken voordat ik van achter word gepakt. Dat willen we natuurlijk niet. En dan de titel. Season. Seizoen 3. En dan Repopulation. Oké, jongens. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te commenten als je meer iMine wilt. Ga even langs de andere iMiners. Die zijn daar flink mee bezig. En ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.